Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Goedemorgen deze zondagmorgen. Wauw. Wat was dat vervelend. Eerste rondje. Het ging voor geen meter eigenlijk, naar mijn gevoel. Ik had echt zoiets van na dat rondje, ik kap ermee. Ik kreeg geen last onder de voet, maar wel last van een teen. Op een of andere manier drukte hij in één keer voor tegen de voet aan. Dus dat was niet helemaal happy. En het gevoel dat ik het ritme niet kreeg, was gewoon echt fuck. Was niet naar behoren. Maar goed, uiteindelijk, je gaat dan toch door. Dan heb je zo'n tweede rondje erachteraan en dan denk je op een gegeven moment van mwah. Ja, en dan ben je bezig en dan denk je van weet je, doe dan ook maar gewoon die vier rondjes. En dan kijken we wel hoe dat eruit ziet op het eind. Nou ja. Pah. Nee, dat was niet heel bijzonder. Maar goed, uiteindelijk. Als je dan zo zit van het eerste rondje, stopt ermee, kappen, het gaat niet, loopt niet. Een beetje nadenken van oké, wat heb ik gisteren gedaan? Ja, gisteren weer een zo raar dagje. Gisteren weer met mijn vrienden waar ik mijn kaarten gedaan, natuurlijk wat alcohol erbij. Ja, en dan laat naar bed gaan, 1:30 of zo ging ik ergens naar bed toe. En dan vroeg opstaan en dan dit. Ja, een beetje, dan veroorzaak ik het ook zelf eigenlijk. Dus eigenlijk ben ik zelf gewoon de boosdoener van dit verhaal. Ik doe het gewoon zelf. En ik had daar anders mee om moeten gaan. Maar goed, maakt niet uit. Waarom? Oké, het volgende. Vandaag, zondag. Normaal gesproken voetballen. Vandaag, vrij. Maar wat krijg je dan? Planningen. Dan ga je hardlopen. Met mijn dochter had ik afgesproken om zo meteen... Waar het klinkt met deze mooie dag erwtensoep maken. Goed, erwtensoep maken. Dan heb je om 1 uur Max Verstappen om te kijken. Mooi afgesproken bij mijn zwager. En dan hebben we natuurlijk om 6 uur. Jawel, de bekerfinale Ajax PSV. Mooie dagplanning. Wat wil nou? Gisteravond om 10:30 kreeg ik een appje of dat ik ergens kan gaan helpen. Ja, wat ik ook heel erg leuk vind, om die mensen eventueel uit de brand te helpen. Maar ik heb dan toch ook een planning. Sorry. En dat vind ik echt best wel lastig, want wat ik kon doen, dat vind ik ook leuk. Het ging gewoon niet. Ik heb me moeten conformeren aan de afspraak die ik heb. Zo simpel is het gewoon. Dus duidelijk. Jammer, maar helaas. Oh, en gisteren ben ik even op de motor gestapt. En toen ben ik even naar mijn nichtje gereden. En die kleine van hen, die is gewoon fantastisch. Die is helemaal wat dat betreft motorfan. Haar broer was van de week ook al langs geweest op de motor. Erop gezet. Vindt ze helemaal fantastisch. Behalve als het geluid aangaat. Dan is het oortjes dicht. En dan is ze aan het wachten. Totdat het geluid uit is en blijft zo stil op de motor. Ze begaat niet huilen. Net niet, maar huilen. Ik zal even een foto erbij pakken. Gewoon fantastisch. Is gewoon leuk. En dan maakt het dan niet uit. Op een gegeven moment had ik ze erop zitten, motor gestart. Stijf met de oren dicht zo. Motor uit. En een keer op de klaksen naar te drukken. Ja, klaksen drukken. Weer meteen de oren dicht. Geweldig. Heerlijk om te zien. Echt super. Maar goed, die zal ik er even ingooien. Nou, zoals je ziet, ben ik weer bijna thuis. Dus mijn praatje is alweer bijna op. Dan ga ik bij deze alweer afsluiten. Dat is wel een korte. Ja, als je niet ergens hoeft stil te slaan, dan is hij kort. Maar goed, dat zijn dus van die dingen. Voor een zondag. Vandaag vrij. Mooie dag, lekker zonnetje.
was ook een dag om eventueel weer te gaan motorrijden. Ook dat had ik eventueel in de aanvraag liggen. Alleen degene waar ik mee wilde rijden, die had ook een planning. Waarschijnlijk ook dus inderdaad Formule 1 kijken, had ik dus op dat moment niet aan gedacht. Toen ik dat vroeg aan die persoon. Dus ja, dan houdt het ook even op. Maar die had... een paar weken geleden, twee weken geleden, zo ook de motor van stal gehaald. Die was ook al een rondje wezen rijden met een goede vriend. Dus ja, attractie van, oh, kom op, laat ik ook eens even een melding maken. Maar ja, die had er vandaag ook wat een planning. Dus dat ging niet. Maar achteraf, is natuurlijk ook logisch, Formule 1, bekerwedstrijd. Ja, weet je, die moeten we gewoon kijken. Dat moeten we gewoon gaan doen. En... ja, volgende week, zondag, gaan we weer wedstrijd spelen. Dus met deze ga ik afsluiten. Volgende week zondag weer. En dan zeg ik even een duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. En dan komt het waarschijnlijk wel een keer goed. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En dan zoals altijd met de hele korte bekende tjoe. De groeten.